zondag 28 augustus 1938 ontsnapten de twee leeuwen Azor en Iris uit hun kooi van het circus Friso op de markt in Sittard. Leeuw Azor liep de Sint-Michielskerk in, waar op dat moment de jaarlijkse plechtige hoogmis voor de stadspatrones Sint-Rosa plaatsvond. Deze kerk hebben wij in afspraak met de 92-jarige meneer Oberdorf, een van de nog weinig levende getuigen van dit merkwaardige voorval. Meneer Oberdorf, je wordt een van de getuigen van de leeuw Azor bij binnenkomen in de Patischkerk op 28 augustus 1938. Ja. Wie oud was je toen? 14. 14? Ja, dit is 78 jaar geleden. En wat deed je toen in de kerk dan? Ja, de 12 man stonden zo op een rie. Hè. Ja, wat deed je die 12 man dan? Functies, wat, dat weet ik niet meer zo goed. Hè. Wordt je misdienaar? Ik hoop misdienaar, met 12 man, 12 misdienaars. Ja, en ja, we zouden naar het hoor. En die geven me dingen, wat is toch gewoon in de kerk? Ik kijk achterom, zin is de leeuw gans dood gemodereerd aankomen wandelen en deed niks. Maar die kerk, de deur, hè? Ja, de deur is toch toen normaal? Wie weet, de leeuw nu de deur op? Sint-Rosa. Ja. En dan steekt de deur op. Waarom steekt de deur op? Want er stonden, vroeger, als ze geven, er stonden een hele hoop nu buiten de kerk. En ik heb me gehoord vertellen dat er nog tussen de benen van een moet doorgekropen, of trouwens weet ik natuurlijk niet. Dus er zou één leeuw door de benen van Anger Lugens zijn gekropen om zo de kerk binnen te komen? Ja, dat heb ik me gehoord vertellen. Er wordt wel een heilige leeuw, hè? Een heilige leeuw. Ja. En hier stond hij op de kansel, als misdienaar. Maar komt de leeuw dan aanrennen of wat komt hij doen? Komt hij rustig binnenlopen? Kunnen we komen hier langs de kant, leeft er. Ja. Gans rustig op zich gemaakt, zal ik maar zeggen. Hè. En is er gekomen, heeft er zich neergedacht. Ja. En ben ik nodig en ben ik teruggelopen. Dan heb ik toch in het midden dingen gezeten. Hè. Heb ik wel wat te vertellen. Er moet wel een hele hoop neergelacht hebben. Er moet wel gestonken hebben. Maar dat hebben ze nodig. Dat hebben ze toch nu verloren dekken in Lotus, heb ik me verteld. Dus je wilt zeggen dat er door zijn behoefte had gedaan, op de kans. Ja, door natuurlijk. Maar ik heb niet, als ze zeggen. Angst gehad of ze gaat niks. Nee? En die voor aan worden plezier gaan, ik zal niet een naam nemen. Mensen rustig blijven en denken dat ze zelf stikten van angst natuurlijk. Maar de leeuw die kan binnenlopen en er zitten allerlei lui zitten in de kerk. Ja, dat is maar, er langs gelopen. Hè? Gewoon die deed, rennen de lui dan, rennen die niet weg, de lui. Wat bleef? Rennen de lui niet weg dan als er een leeuw binnenkomt? Nee, misschien zullen we angst gehad hebben, ze gingen rennen, wat misschien paniek hè. Hmm. Maar wat deed de geestelijke eigenlijk, de pastoor deed de mis tegen? Die zijn dat hem in de gaten houden en zijn ze de sacristie ingevlucht. Hebben ze niet meer gezien. Dus die zijn gevlucht? Die zijn weggegangen. Ja, die kost de sacristie. Die kost niet allemaal die lune, de sacristie. Ik weet niet wie groot de sacristie is. Jij wordt de pastoor in de tijd. Ik meen de Gronkel. Dat wordt een grote man geworden. Ja. Gewoon niet rector Rijn. Voor een rector Rijn is het. Een kleinere man. Dan een lulle vriendelijke man. Ja, ja. Maar we waren snel weg, hè? Ja, ja. Dat was angst gehad hebben. Maar word je niet bang dan? Dan komt er een ik heb geen angst gekend. Want de deeg is niet, ze leeft gans rustig. Ja, maar dat heeft ook zo'n hele grote kop, heet hè? Ja, weet en ik. En van die tang, en dan van die grote... Nee, maar ik heb zijn tang niet gezien, dus... We hebben de leeuw dan eigenlijk opgehold? Want de leeuw, de lekkie, die nee, heeft zijn behoefte doen. Nog loop van tijd, dan maar zeggen, hebben ze de circus, het wordt circus, ja. Het wordt er twee ontsnappen. Azor wordt deze, een andere weet ik niet. Iris wordt een andere. Oh, dat kan. Ja. En zin die is een oppasser gekomen voor de circus. Die kalde met hem en die is zijn behoefte ook geloesterd, zeg maar zeggen. En hebben ze hem gekneveld. Hij heeft niet teruggelopen, hij heeft hem gewoon gesleept. Ja. Is niet teruggelopen. Dat weet ik heel zeker. Want die zou in het midden van de kerk, dus ik koos gewoon zien. Wie hebben ze hem dan gekneveld? Ja, om het liefbeer en de pup misschien was, dat koos niks. Maar ik heb toevallig gelezen, de oppasser van de leeuw, dat koos gewoon met hem vertellen, zal ik maar zeggen. Dat koos we rustig stellen. Hè. Mm-hmm. Maar dat is wel frappant eigenlijk, maar toch is het zo. In de gezet heeft toch een heel ander verhaal gestangen. Nou, in Italië had het in de gezet gestangen en in New York, dat de leeuw binnen is gekomen. Het er aangevallen. Nee, niks. En dat is wat er in de gezet staat. Niks, betaalt niks. Dan kom je lastig langs deze Tantieri bank,
Hij loopt gans langzaam door op het gemoedelijk. Hè. Ja. En de komt er en lachte zich neer. Had je die leeuw al eerder gezien? Wordt je al naar het circus geweest? Nee, nee. Heb ik nooit gezien. Ja, ik denk, in godsnaam, wat komt er nu? Ik kijk achterom, dan is het zo op de auto. Dan zeg ik maar zeggen, en kijk achterom en zie toen die man komt. Ik schrik zwaar een beetje. Ja, dat kan ik voorstellen. Ben ik even hier naar voren gegaan, maar toen ben ik teruggelopen tot de dwarsdingen, dwarsgang. Maar wordt dat een groot circus, wat die stong op de markt doen dan? Dat heb ik niet gezien toen dat die. Huh? Nou, dat wordt nooit geen groot circus, weet ik wel. Ja. Maar wie zijn die dan ontsnapt? Weet je dat, ja. Wie die ontsnapt zijn? Is nooit geen achter gekomen. Ik weet het niet. De kooi opengelaten misschien of zo. Zou toch geen trucjes kunnen geweest zijn van de circusdirecteur om een beetje reclame te maken? Reclame te maken. Dat is een goede marketing. Dat ik hem zelf moet volgen. Ja, dat leeft niet meer, de man. Dus dat is het probleem, daarom volgen we dat. Ja, ja. Zou dat het wel een beetje. De lui op zich wordt toch wel in paniek, maar ze durven zich niet te reuren. Hè? Mm-hmm. Wat is het dat? Is logisch, jouw angst. Ja, ja. Hè? Wat een groot beest wordt dat. Een grote bengel. Een grote bengel. Ja, ja. Maar wie dan oppassen om zo'n bij hem komen, dat kost hem gerust, dat is sterk, hè. Maar die jongen dag niks meer dom, hè. Maar het is toch heel ook raar dat de leeuw Azor heet en dan op de Rosa. Ja, dat kent ze onderen, is het Rosa, hè. Ja, kent ze onderen. Is toch vreemd, of nee? Wat bleef? Dat is toch vreemd? Dat de ja, leeuw heet Azor. Dit is misschien een wonder, wie weet. Ja, ik weet het nog niet. Ik vind het heel mooi verhaal eigenlijk. Weet je dat er later nog een keer is veroordeeld, het circus, bij de kantonrechter? Ja, dat ben ik, ik meen zelfs het toe, zo plek zo'n stuk. Dat stond in de krant, ja, dat heb ik een verbaal gekregen. Ja. Ik heb ergens gelezen of dat zelf heb ik niet. Hebben een verbaal gekregen omdat ze geen voldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van een tweetal onder zijn hoede staande gevaarlijke dieren. Ja, ja, ja. Weet je wat die hebben moeten betalen? Wat bleef? Weet je wat die hebben moeten betalen aan boete? Niet zo hè. 6 guien. Zes. Maar dat is vandaag wel meer dingen. Ja, ja maar. Het wordt toch een groot risico wat ze lepen. Ja, maar dat wordt toch heel veel geld voor dit team. Die dingen, die kunnen toch wel geweldig agressief zijn, dat is die leeuwen. Weet je nog wat er met die leeuwen gebeurd is? Daar weet ik niks van. Nee, heb ik nooit niks meer gebeurd.